Tijdens een bijzondere raadsvergadering werd dinsdagavond 17 januari afscheid genomen van burgemeester Bert Berghoef. De raadsvergadering werd gehouden in partycentrum Het Noorden en behalve de raadsleden zat de zaal vol met familie, vrienden, buren en bestuursleden van andere gemeenten. Nadat Berghoef zijn 150ste vergadering had geopend, werd hij door de fractievoorzitters van alle partijen toegesproken en mocht hij vele cadeaus in ontvangst nemen. En als voorzitter van de raad zet ik nu uw 150ste raadsvergadering voor. Ik begin er altijd met aan, met een vleugje humor en hield daarbij mijn kort. Maar dat vind ik lang niet altijd gaan in onze raad. U zijn de zaken graag op zijn Berghoefs, dat wil zeggen direct en duidelijk, recht toe, recht aan. Fractievoorzitter Meerdink van de VVD richtte zich op Berghoef's echtgenote en wenste haar nog veel interessante uren toe met haar echtgenoot. Ook burgemeester Thijs van Beem bedankte Berghoef voor de samenwerking binnen de burgemeesterkring Achterhoek. Van Beem die had als cadeau een Winterswijkse wijn meegenomen en een boek over Piet de Linten. We hadden in december nog de afscheid van Ina Lepping. Toen kon ik nog zeggen... We zijn nog met z'n tweeën over en na de avond, ja, ben jij, ga je weg en ben ik zelfs alleen. Maar ik weet dat ik dat niet lang zal zijn, want ook in maart ga ik stoppen. Daarom heb ik ook twee wethouders Buntwijk meegebracht, om te kunnen zien hoe je hier al vergaat. op de manier van Bert, dat was vier, dat was zelfbewust. Uitdagend soms. Jullie kennen hem natuurlijk vooral als voorzitter, maar wij kennen hem ook als lid van de vergadering. En dan had de voorzitter nog wel eens, die had hem nog best wel wat te stellen om Bert binnen de lijntjes te houden en ook als lid van de vergadering goed te laten functioneren. Maar je deed dat met een hele frisse blik. Daar gaf ik jou kijken op de zaak. En dat voegde altijd wel toe en dat gaf ook altijd wel in stof tot discussie. Ook burgemeester Berghoef deed nog een afscheidsspeech. Beste aanwezigen, raad van de gemeente Aalten. En ik kijk vooral naar jullie als raad. Een enorme belangrijke taak ligt voor jullie en dat is niet het gaan wonen in het nieuwe bestuurscentrum. Nee, dat is de route die jullie uitzetten voor mijn, voor onze gemeente Aalten. Onze wegen scheiden vanavond. Aan alle begin komt een eind. Er liggen voor u en voor mij nieuwe uitdagingen. Dank voor al die samenwerking. Dank voor alle eer die ons te beurt is gevallen. Het vertrouwen wat u in mij gehad heeft. Graag meer niet. Mijn vrouw heeft er ook een steentje bij kunnen dragen. En de meiden van communicatie ook. We hebben deze prachtige ambtsketen ontworpen. Hij is heel lastig om om en af te doen. Vandaar dat Ina me nu even helpt. En overal ik aan jou, Henk. En daarna sluit ik de vergadering. En dan is voor u een drankje en een roketje van. Even voor de opvolgers, die moet het maar aan de penning optillen en dan met een losgemaakt op de schouder werken, dan vervolgens kunnen vrouwenhanden wel alleen goed. En Bouders heeft het ook wel eens geprobeerd. Jacob, sorry. Nee, ik wil het even met Arnold. Ik wil het even met Arnold. Dames en heren, ik sluit het verhaal. En tot slot was het tijd om handen te schudden. Gaat u dit missen? Ja en nee. Verklaar nader. Nou kijk, ik heb dit werk natuurlijk altijd met heel veel passie gedaan. En burgemeester zijn is een way of life. Hè? Dat is een manier van... Ja, ik ga het mis. Ja. Na zo lange tijd een prachtig afscheid gekregen. Zijn er nog verrassingen? Zijn er nog verrassende dingen gezegd? Nee. Het is allemaal ik ben ook tamelijk voorspelbaar, dus het is niet zo vreselijk moeilijk. Maar waar ik wel heel erg blij mee ben, is alle warmte die ons tegemoet gestraald is, zou ik bijna zeggen. En ja, dat is altijd toch buitengewoon eervol om dat mee te maken, moet ik zeggen. Ik wens u heel veel plezier. Ja, nou kijk, ik heb heel vaak
gepreludeerd op het woord genieten en plezier. Ik ben van nature iemand die niet de hele dag plezier loopt te maken, ook heel serieus kan zijn. Maar genieten, daar moet u zelf nog maar eens over nadenken. Dat is een heel raar woord. Dat wordt ook vaak gebruikt bij mensen die er bijna niet meer zijn. En geniet nog maar even. Ik ga genieten, dankjewel.